Op 12 november 2020 lanceerde de PlayStation 5 de nieuwe console van PlayStation. En je weet allemaal wat er gebeurde: uh, veel te weinig voorraad. Iedereen wilde hem hebben. Scalpers die er massaal opdoken. Uh, prijzen die gewoon sky high gingen. Problemen, gemopper, gezeik. Gefrustreerde gamers, et cetera, et cetera. Totale doffe ellende. En uh, we hebben daar regelmatig items over gemaakt, losse items, maar we hebben het natuurlijk ook heel vaak in de piepshow erover gehad over die winkels die ja toch een rare manier van lotingen of die scalpers niet buiten de deur wilden houden. Het, het, het was niet tof, het was gewoon niet tof de lancering van de PlayStation 5. Heeft PlayStation daar schuld aan? Nee, zij kunnen er ook niks aan doen dat er te weinig chips zijn. Maar goed, dat concludeerden we toen ook al. Ze hadden misschien betere afspraken met winkelketens kunnen maken dat ze niet wilden dat, een, um, ja, dat hun console werd verkocht uh, via lotingen. Um, dat scalpers, dat ze, dat, dat ze maatregelen moesten nemen om scalpers tegen te houden. Bundels die werden verkocht die niemand wilde. Daar hadden ze misschien wat meer aan kunnen doen. Ik ben geen uh, jurist, dus ik weet niet of het mag en dat het kan. Maar ik heb altijd zoiets um, als Apple keihard in dat soort zaken is uh, koppelverkoop. Uh, het is jouw product. Iedereen wil het hebben. Het vliegt als warme broodje over de toonbank. Dan kun je, denk ik, ook wel wat eisen stellen. Anyway, het is een jaar verder. Op een gegeven moment, ja, doe om na nou elke week weer aandacht eraan te gaan besteden. Dat is een beetje onzin. Dus ik had het er eigenlijk. Ik, ik lette er niet heel erg mee op. Totdat ik een artikel van uh, tweakers tegenkwam. En uh, dat zie je nu hier voor je. En uh, dat is dat mensen die bij Best Buy kopen, en dat kunnen ook Nederlanders zijn. Want ja, bedoel, waar moet je nu nog je PlayStation 5 kopen? Hij is nog steeds schaars. Dat mogen duidelijk zijn. En hij gaat tot 2022 ook nog wel schaars blijven. Want die chips die komen maar niet. Uh, Apple maakte ook al bekend dat ze waarschijnlijk minder iPhone uh, 13 kunnen verkopen omdat ze te weinig chips hebben. Nou, Apple was zo'n beetje de enige nog die dat nog in de handen had. Ook zij hebben een probleem. PlayStation gaat dus een eigen fabriek bouwen om chips te maken. En nou, dat duurt echt nog wel twee, drie jaar voordat daar wat van de lopende band rolt. Kortom, PlayStation zijn schaars en het is nog steeds heel moeilijk om een PlayStation 5 te kopen. Um, anyway. Best Buy, uh, die heeft dus blijkbaar een abonnementservice. En dan klik ik gewoon eventjes lekker door. Dit is de abonnementservice. En um, ja, noem het een beetje een premium service. Waarbij je uh, een betere support krijgt. Um, ja, langere garantie krijg je. Uh, bepaalde producten die heel erg hot zijn. Of launches waarbij je weet van tevoren. Dat iets de toonbank uh, uh, makkelijk over de toonbank zal gaan. Dan heb je voorrang. Ja, al dat soort zaken. Dat zat hierin. Dat kost 199 dollar per jaar. Heb ik totaal geen uh, problemen mee uh, dat, dat, dat ze dat doen. Maar het is een verplichting. Wat de fuck is dat? Um, wil jij bij Best Buy een PlayStation kopen? Dan betaal je dus 499. Plus nog eens een keer 199 dollar erbovenop. En zit je fucking een jaar lang vast aan dit fucking contract waar niemand op zit te wachten. Anyway, um, er kwamen onmiddellijk al berichten over. Best Buy die schrok. Want koppelverkoop, dat ligt in heel veel landen. Erg gevoelig. Je mag niet zomaar zeggen bij een product uh, wat, wat, wat super gewild is. Van nee, nou, als je dat wil, dan, uh, dan moet je er wat bij nemen. Want dat is niet heel erg lekker. Zeker als het iets, iets, iets is wat er eigenlijk niet mee te maken heeft. Dus Best Buy heeft dat nu al aangepast. En dat is een klein beetje uit de wereld. Maar um, daar sloeg ik een beetje op aan. Dat had ik zoiets van: oké, okay, gaan winkels nu zo ver? Uh, dat ze weten dat iedereen een... Nou iedereen is overdeeld, maar laat me dat even gebruiken. Dat woord iedereen wil een PlayStation 5. Er zijn er te weinig. Vraag, aanbod. Hé, hey, dan kan ik meer geld verdienen. En dat ga ik dan ook gewoon eens even lekker doen. Nou heb ik niks met meer geld verdienen. Ik bedoel, mensen moeten doen later wat het is. Maar het moet vers zijn. Het moet iets zijn waar de klant op zit te wachten. Op zo'n abonnement, dat is misbruik maken van jouw positie. Nou, Best Buy had dat door. Dus die deed dat niet. Maar toen zag ik ook meteen al een tweet: uh, dat is van september 2, uh, 22 september. Dat is niet eens zo heel lang geleden. Uh, dat is van Bastiaan Voegop. Hij is een, volgens mij werkt hij bij Nu.nl onder andere. Hij is een techjournalist. Goed in. Ingevoerd um, en bij de mediamarkt kon je inderdaad een PlayStation 5 kopen, maar alleen als je overstapt van even e uh, energieleverancier, alsof je daar fucking op zit te wachten. je wil een PlayStation 5 kopen, in een keer moet je volgens mij naar, ik zou niet eens weten welke, welke energieleverancier uh, het is, en dat kost nog eens een keer 200 euro. Dus dan betaal je dus uh, 700 euro voor je PlayStation 5 en kom je lekker thuis met. Een ander energiecontract. Nee, toppie. Nou goed, dit mag dus gewoon niet. Um, Bastiaan uh, heeft natuurlijk ook gewoon de Mediamarkt gebeld. En ja, die kreeg een heel uh, verhaal. Uh, ja, nee, dat klopt niet helemaal. Het is niet helemaal zoals het, je het hier beschrijft. En uh, we doen dit echt niet. En is dan misschien een foutje van een medewerker daarna? Nou, het zal allemaal wel. Ik weet het echt niet op deze situatie. Um, als ik naar de Mediamarkt ga. Word ik wel vaker geconfronteerd met mensen die jouw energiecontracten willen aansmeren. Um, het is in ieder geval niet meer zo. Want het mag gewoon niet. Dus ook dit is eigenlijk al gelukkig uh, van de baan. Want het is natuurlijk de totale gekte. Maar goed, toen had ik zoiets van... Oké, okay, dit is geregeld. Totale waanzin. Maar... Stel, ik wil een Playstation 5 kopen. En beste mensen, ik wil dat inmiddels. Um, met name dankzij Far Cry 6. dan vond ik er zoveel mooier uitzien op de Playstation 5. Dat ik dacht van, ah, dat, dat, dat wil ik straks zo in september, oktober wil ik, dat, uh, uh, wil ik wel gaan halen. Nou, daar zijn we inmiddels. Uh, Gran Turismo 7, dat zit een beetje aan de horizon. Wil ik heel graag spelen. Nou, dan doe ik Horizon voor West er ook bij. Ik ben er klaar voor. Ga ik lekker een... Losse PlayStation 5 kopen. Dat is wat ik wil. Ik wil gewoon een PlayStation 5 met een controller erbij, een draadje eraan zodat ik hem aan mijn televisie kan hangen. Klaar. Kan dat? Nou, toen ben ik even gaan zoeken. Uh, het eerste wat opvalt is: uh, ik ben gewoon al die winkels afgegaan. Volgens mij, vrijwel allemaal uh, de winkels. De enige winkel die ik, die ik hier niet bij heb, is Game Mania. Om de dood eenvoudige reden dat ze gewoon op de site eigenlijk niks hebben staan. Namelijk, ja. Hij is er niet. Uh, nou, daar, daar gaan we allemaal. Uh, dit is de eerste. Moet ik even een cookie uh, even hierop drukken. Um, Bij Coolblue. Nou, ik wil een Playstation kopen. Een losse Playstation. Kan niet. Je moet een Playstation 5 kopen. Met Ghost of Tsushima. En een DualSense controller. Dan heb je de twee. 637,97 euro. 97. Is, tot, uh, is op dit moment uitverkocht. En uh, als ik hier wil meedoen, dan moet ik sowieso de loting in, waar ik ook geen behoefte aan heb. En ik wil helemaal geen twee controllers, want ik smijt ze niet meer kapot tegenwoordig. En mijn vriendin die speelt sowieso op de eigen console. Uh, wij co-open nooit en ik heb een hekel aan co-op. En Ghost of Shirma is ook niet meer game. Wat moet ik er allemaal mee? Dat is dus niet de plek waar ik naartoe moet gaan. Uh, gaan we eventjes uh, verder. Um, dit is de MediaMarkt tijdelijk uitverkocht. Moet ik even kijken. Ik heb de prijs staat er hier namelijk niet helemaal bij. Ook hier kan ik alleen maar terecht. Het is nu uitverkocht. De PlayStation 5 Disc Edition DualSense zwart accessoirepakket Ghost of Tsushima Director's Cut voor 684,99 centjes. Dat wil ik allemaal niet. Ik wil gewoon een PlayStation 5. That's it. Ik wil al die andere shit er niet bij hebben. Um, Mediamarkt biedt dan ook nog aan... dat is de grootste krankzinnigheid die er is... het starterspakket. Dan maken ze je PlayStation ready to go. Um, dat is een knop aandoen... en dan aan je televisie hangen... en dan gaat het allemaal redelijk vanzelf. Ik bedoel, 29 euro. gauw verdiend. Kortom, dat waait hem ook dan weer niet. Uh, gaan we naar de volgende... Dit is BCC. De inschrijving is gesloten, dus ik kan het niet kopen. Ik moet inschrijven. Wat kan ik hier kopen? Playstation 5 Disc Edition. Eén extra controle. Ze hebben controles te veel. Logisch. Er zijn geen PlayStation 5, dus die controllers die liggen daar een beetje weg te rotten. Ik bedoel, dus die moeten ze verkopen? Nou, dan splitsen ze maar in een bundel. Uh, ook hier Ghost of Tsushima. Blijkbaar verkoopt dat dan ook weer niet goed genoeg. Ik weet het niet. En een SteelSeries Arctis 3 headset. Koopt natuurlijk ook niemand, want niemand heeft een PlayStation 5. Moet ik voor betalen? 712,96 euro. Waarom 96 cent? Waarom niet 99 cent? En waarom 12? En waarom niet 15? Of whatever. Ook weer zo vreselijk veel. Te veel geld uh, voor dingen die ik niet wil hebben. Losse PlayStation kan niet, zegt BCC. Vind ik dus raar. Hè? Dus geen keuze. Ik bedoel, dit, dit, dit is toch gewoon mensen iets in hun maag splitsen. Um, Netgames gaan we dan naartoe. Uh, als je daarop klikt, dan, ja, dan kom je op deze pagina. Dus uh, die doet het even niet op dit moment. Althans, de link naar de PlayStation 5. Ze hebben geen PlayStation 5, maar ook Netgame weet ik. In het verleden hebben zij koppelverkoop met bundels gedaan. Ze waren ook een van de eerste zo ongeveer die het deden. Of, of in, in de tijd dat dit een beetje uh, opgang deed. En waren mensen best wel een beetje pissig over. Maar goed, uh, op dit moment is er niks. Wie weet dat ze daar binnenkort wel van afstappen. Gaan we naar... Amazon.de, uh, dit is een hele populaire uh, zijweg voor Nederlanders. Duitsland heeft gewoon wat grotere voorraden, maar een PC, uh, Playstation 5 console, Sony Playstation 5, Standard Edition, 825 GB, 4K, nou bla. er zit FIFA bij, yeah, FIFA, en twee controllers. Dus dan heb ik er drie. Waar heb ik drie controllers voor nodig? En hou je vast 977,67 euro. 67. En dan staat op een gegeven moment ook nog dat die inmiddels 1250 euro is. Moet je nog een keer bezorgingskosten bij? Het, 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 het is ik, van totale ellende. Vergeet ik de cookies weg te klippen. Maar krankzinnig. Wat is dit voor een waanzinnige prijzen die ze uh, kunnen uh, kijken? Ik bedoel, ook hun losse PlayStation hier hebben ze dan wel. Maar ook gewoon veel. Te duur gewoon. Het is allemaal pleurisduur. duur. Uh, ja, bizar. Goed. Gaat hem ook niet worden? Amazon DE doe ik even niet. Uh, gaan we naar Dutch Plaza. Heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Maar hier zie je dus de Ratchet ⁇ Clank. Het is gewoon. Ja, die, die, die dat, 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 dat is wat je gewoon vindt. Dat zijn gewoon vanuit PlayStation. Uh, 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 speciale edities. Over het algemeen. Als je kijkt naar de PlayStation 4 en de Xbox One. Was het altijd ietsje duurder. 824 euro. Dus even omgerekend. Wacht even. 499 is die console. Dat is de adviesprijs. Laat het afronden naar 500. Dan heb je 824 min 500 is 324. Ratchet Clank kost 324 euro. Dat is toch gewoon krankzinnig. Goed, ik weet het niet man, maar daar ga ik ook niet naartoe. Dan uh, eens even kijken. Um, ja, wat er dan gebeurt is um, dat uh, je krijgt overal shit bij. Dus overal zitten die bundels met starterspakketten en extra controllers en headsets die je dan nou wilt. En toen ging ik even op Marktplaats kijken samen met, uh, met de stagiairen met wie we dit gemaakt hebben. En het zit helemaal vol met al die fucking shit die mensen dus niet wilden helpen. Van oplaadstations tot uh, die, die zwarte controllers, weet je de, de starter kits van 10 euro. Uh, nou, de ene doet het voor 10 euro, die andere doet het voor 35 euro. Nou, daar ben ik... Uh, 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 en, en er zit ook het bonnetje bij. 100 euro uh, voor de PlayStation 5 Starter Kit en de game. Ik wens deze man in Zandam veel succes. Zou er vooral niet op ingaan. Uh, goed, gaan we toe naar. Het idee zijn er dan helemaal geen mensen bedrijven die gewoon een beetje fatsoenlijk zijn en mij alleen een PlayStation 5 willen komen? Gewoon een PlayStation 5? Weet je weet wel, de console, één controle erbij hoeft, geen game heb ik allemaal, krijg ik allemaal gratis. Um, ik, ik wil zo'n draadje bij, weet je dat ik hem aan mijn televisie kan hangen? Helemaal top, ben ik klaar. Zijn er bedrijven die dat doen? Ja, die zijn er. Dutch Plaza bijvoorbeeld, uh, alleen vragen ze daarna gewoon 769 euro voor. Heb ik hem wel volgende dag in huis? ga ik niet doen. Ik ga geen 769 euro betalen voor iets wat 499 euro waard is op dit moment. Gaan we weer even verder kijken. Hey, daar heb je ze weer. De Amazon.nl in dit keer. Um, nou, hij is er, dames en heren. En hij, er zijn er nog maar vijf op voorraad. Voor 1000 euro, 1000 euro 60. What the fuck? Dat is gewoon het... Meer dan het dubbele vraag je op dit moment voor iets als Amazon. Ik bedoel, ja, het is krankzinnig. Wel gratis bezorging, dat vind ik dan wel. Nou, dan vind ik dat hij moet. Dan moet hij bij mij komen aansluiten. En volgens moet de man of vrouw die hem komt brengen, moet dan ook nog een keer Returnal helemaal voor me uitspelen. Dan betaal ik 1000 euro en 60 cent. Uh, gaan we naar de volgende winkel. Uh, dat is deze uh, spelcomputerkopen.nl. Nou, de site vind ik al erg apart. Uh, 799 euro, maar hij is afgeprijsd, dames en heren. Van 899, nu voor 799. Ik, dat je dit er überhaupt bij durft te zetten. Anyway, als je hem daar wil kopen, betaal je gewoon 799 euro. ...wel slim om er dan een aanbieding van te maken. Uh, kijken we even bij... Uh, ...ja, dit is dan backmarket. Dat, dat zijn eigenlijk mensen die het dan weer opkopen... ...en voor jou verkopen. Nou, die hebben dit... ...op dit moment helemaal niks. Maar ik zal even kijken... ...of ik daar ook prijzen voor had. Dan moet ik even goed kijken, hoor. Uh, ja, die boden ze tot nu toe aan... ...voor 820 euro's. 820 eurotjes Had ze flats. Uh, ga ik ook niet doen, beste mensen... Van de backmarket. Um, gaan we naar de volgende toe? En dat is. Even kijken. Seks. Ja, schrijf ik het goed of moet ik keks zeggen? Volgens mij staat er gewoon seks. Toch? Um, wij verkopen voor 850 en we kopen voor 650. En je kan ook nog eens een keer voor 650 goedbonnen krijgen. En die kan je dan in de winkel. 850 euro voor een PlayStation 5. Maar met doos. Zijn er dus winkels die. De PlayStation 5 zo over de hecht uh, kukelen zonder doos. Ik weet het niet, maar hier krijg je in ieder geval de doos erbij. Dat is natuurlijk ook wel weer wat waard. Moet je hem gewoon niet uitpakken. Laat je gewoon 30 jaar liggen ergens in de kelder en dan kun je hem voor heel veel geld gaan verkopen omdat hij original is. Nou, dat ga ik dus ook niet doen. Ik ga niet voor 855 een console kopen. Uh, gaan we nou... Ja, we komen nu wel echt op het gebied van de sites dat je denkt van moet ik daar in hemelsnaam een Playstation gaan kopen? Maar blijkbaar is die ding is die zo ontzettend schaars dat ook de phonemarket.nl doet dat. Uh, 909 euro. Nou ja, dat is toch uh, fijn. Je krijgt niet eens een iPhone bij. Op voorraad is hij. Volgende werkdag in huis. Um, ja. Bizar. Be fucking sar. Ga ik niet doen. Veel te duur. Gaan we even naar um, Best Buy. Best Buy, dames en heren. Die hebben ook weer een aanbieding. Uh, 699 euro, maar, dames en heren. Um, PlayStation Digital Edition Console, White Digital Edition. Dat is de digitale editie. Dus dat is dan ook nog een beetje, uh, feitelijk de goedkopere versie. Die is dus gewoon 300 euro duurder. Um, je kunt er dan wel, eventjes, als je dat hier ziet. Je kunt er 14 dagen mee spelen. Dat dan weer wel. Dus dat is een goede tip. 14 dagen mee spelen. En dan stuur je hem weer terug. En dan bestel je hem weer. En dan ga je weer 14 dagen spelen. En dat hou je gewoon de komende 7 jaar vol. En dan komt de PlayStation 6 uit. Nee, ook totale waanzin. Dan gaan we dus ook niet doen. Zijn er dan helemaal geen bedrijven in Nederland die gewoon wel normaal doen? Nou, tot nu toe heb ik er twee gevonden. Dat is, dames en heren, dat waar jouw oma altijd haar jurken en truien koopt. De Weekamp, die bieden hem gewoon aan voor 499. Dit is gewoon goed is. Uitverkocht, 499. Uh, geef me een seintje. Geen gezaik, geen bundel erbij. Voor zover ik weet, gewoon. De PlayStation 5. En tot slot hebben we dan ook een winkel die gewoon uh, normaal doet. En dat is eigenlijk gewoon de grootste winkel in Nederland. Tot nu toe. Ik bedoel, wie weet hebben die in het verleden ook wat bundels gedaan. Maar zij hebben nog steeds ook gewoon de losse PlayStation 5. Console. En die kost ook even kijken. Staat er ook nog een prijsje bij? Er staat gewoon geen prijs bij. Maar uh, tot nu toe ging hij daar ook gewoon voor 499 euro de. Deur uit. Binnenkort is die weer op de hoogte. En je kan gewoon een, uh, een, een mailtje sturen of daarop klikken op deze. En dan uh, houden ze. Uh, dan, ja, dan, dan, dan geven je aan of er weer een, een, een voorraad is. Maar goed, hij is dus op dit moment gewoon hier ook uitverkocht. Uh, zij krijgen er wel de meeste samen met de mediemarkt. En uh, dat is wel de beste kans voor jou om iets te kopen. Kortom, een jaar na dato, een jaar na dato is deze PlayStation 5 Markt nog steeds volkomen. Volkomen overspannen. PlayStation, nogmaals, heeft hier geen schuld in. Zij kunnen hier gewoon niks aan doen dat er geen chips zijn. Aan de andere kant, ik vraag me gewoon af: dit is niet tof. Het is niet tof. Misschien mag het wel. En Retail heeft het zeker ook wel lastig gehad. Alhoewel ik niet weet of deze Retail het dan lastig heeft gehad vanwege uh, corona en de lockdown. Ik gun ze al het geld van de wereld, maar dit is niet tof. En ik vraag me dus af of PlayStation daar wat aan kan doen. Door te zeggen van je mag het alleen los verkopen. Of dat ze dat niet willen doen. Ik weet het niet. Um, feit is wel, ik ga voorlopig geen PlayStation 5 kopen. Uh, het wordt bij mij dan gewoon de Xbox Series X. Want die kan ik namelijk gewoon in de winkel gaan halen. Ook. Natuurlijk omdat die minder populair is. Maar dan kan ik hem gewoon tenminste voor de prijs kopen. Die ook door Microsoft wordt aangeraan. En dat wil ik ook met de Playstation 5 doen. Ik wil gewoon een losse console kopen. Geen bundels. Ik bepaal zelf al wat ik speel en wat ik erbij koop. Ik wil gewoon een losse Playstation 5. En je raakt ze wel kwijt beste mensen. Verkopen er dan niet je meuk bij. Anyway. Um, nou, over een jaar maken we een nieuwe afspraak. Gaan we kijken of het dan beter is. Want uh, hier ben ik toch wel van geschrokken.